familie is alles voor mij. Zeker wel. Die hebben veel voor mij gedaan en zonder hun was ik ook niet geweest waar ik nu was. Absoluut. Mijn ouders komen eigenlijk, ja, zeker nu mijn broer in het buitenland speelt, komen ze wel bijna elke wedstrijd kijken als ze kunnen. En ja, mijn broer kwam begin van het seizoen veel, maar nu wordt het wat lastig. Maar mijn ouders komen zeker veel. Ik ben de vader van Kai. Ik kom nu 4 jaar in Oostende en ja, mijn zoon is op zijn 15e vertrokken. Ik ben super trots dat hij hier aanwezig is. Ja, mijn vrouw heeft gebasketbald, ik heb gebasketbald. Ja, het is met een paplepel ingegoten. Ja, ik vond het wel lastig. 15 jaar was echt wel iets waarvan je dacht van nou, moet dat nou? Ik was wel blij dat het in een veilige omgeving in Oostende terechtgekomen is. Veel controle geweest vanuit de club, maar ook heel veilig vanuit de stad zelf, vind ik. Nou, we komen wel veel kijken. Ik denk dat wij toch wel 2 keer in de maand, 3 keer in de maand er minimaal zijn. En 1 keer in de maand proberen we te overnachten. En meestal slapen we dan bij Kaai en dan bekijken we de stad Oostende. Ik kom zelf uit, uit Den Haag. Dat is toch wat meer een andere cultuur, zeg maar. Sowieso vind ik de Belgische cultuur heel prettig. Maar uiteindelijk vind ik het hier gewoon ja, heel rustig, heel relaxed. Mensen zijn relaxed en dat bevalt mij goed. Ja, ik heb hier gegolfd, ik heb de paardenrace zijn we even langs geweest, casino zijn we geweest. Ja, al dat soort dingen zijn hier gewoon ook leuk en goed. En voornamelijk het eten vind ik, ben ik erg van gecharmeerd. Als wij met Kai hier zijn, ja, dan meestal kletsen we bij, want we zien elkaar natuurlijk niet heel veel. We zien elkaar wel regelmatig, maar de tijd om echt te kletsen is er niet vaak. Want ja, hij wordt toch in beslag genomen door Oostende en dat hoort ook zo. Dus we proberen zoveel mogelijk ruimte te creëren om, ja, om ook gezellig bij te kletsen. Kai, zijn beste eigenschap is denk ik loyaal. Hij weet gewoon wat er van hem verwacht wordt. Als mensen goed voor hem zijn, is hij goed voor hun. En soms wel eens te goed, maar dat is wel wie die is. Het is een hele gedreven jongen van zichzelf uit. En ja, ik denk dat alle jongens ook van hem zeggen in het team van, ja, weet je, Kai is Kai. Maar hij is wel heel goed, hij helpt iedereen. Is bereid om iedereen te helpen. Maar die zijn ook goed voor hem. Ik ken Kai van zijn 16 jaar, dus een dikke 4 jaar nu. Toen dat Kai speelde bij Duva A, en ik speelde ook bij Oostende, een paar jaar geleden, zag we elkaar altijd tussen de matchen doorheen. En zo ook geleden, beginnen spreken met elkaar en zo. En contacten gelegd met elkaar. We gaan heel veel samen weg. Als we uitgaan, is het altijd samen. In de zomer op de Zeedijk, Blue Buddha, vaste klanten. Na de avond toe, meer naar Tex-Mex. En dan daarna show Lust in de zomer. En gewoon heel het jaar door eigenlijk naar de Brazza. Naast het basket, wat veel mensen eigenlijk niet weten of niemand weet, is dat Kai ook een goede chef-kok is. Harris en ik eten hier heel vaak. Ik vind het ook leuk om voor ons te koken, omdat hij ook al weet dat hij goed kan koken. Dus pancakes, top. Rijst met kip, top. De noodles, goede kok. Het is vandaag zondag. En Oostende speelt straks tegen Leiden, als ik me niet vergis. Het is nu rond 11:15 en Kai ging iets wagen om te eten. Wat weet ik niet. Ik ben nu op weg naar zijn appartement. En we zullen eens zien wat hij gemaakt heeft voor te eten. Miki is sowieso wakker. Harris slaapt nog 100%. En Kai is zeker al druk bezig met eten te voorbereiden. Haha, chef kok. Goedemorgen. Hoe is het? Goedemorgen. Goed, ga je maken? Pancakes op zondagochtend. Is dat goed om te eten voor de match? Ik weet niet of het goed is, maar het is wel heel lekker. Ja, dat is het. En het is. De meeste sporters eten pasta voor de match, zulke dingen. Maar blijkbaar pancakes ook heel goed, hè? Allee, bon. Van thuis altijd op zondag. Dus we kunnen de rituelen niet vergeten. Natuurlijk. Vroeger als kind, vaak pancakes. Ja, elke zondag. Ja? Elke zondag. Ja. Traditie, hè? Maar ik zei jullie, het zijn perfecte pancakes.
Dat kan Kai van, waarom mag je geen hoekje in je huis met al die medailles en de bekers die je gewonnen hebt? Bijvoorbeeld hier of zo, een hoekje of like in die kast. Een perfect trofeeënkast. Weet je waar Kai zijn medailles legt? Lukt het, chef? Altijd, altijd, altijd. Kijk. Hier. Ja. Hier is mijn eentje. Dat is Kai een trofee. Hier, nog één. Kampioen. Tussen de Ariel doosjes legt Kai zijn medailles. Kan toch niet, man. Kan toch niet, man. Leuk. Kan. Het is een mooie cabaretje. Thanks, man. Ik zou Kai omschrijven als een sympathiek persoon, veel energie, die er altijd klaar staat ook. Veel moed swings soms, maar topgast.